bewijzen dat hij stoelen kan opeten? Of wil hij bewijzen dat hij een droom heeft in feite? Is het een beetje het verhaal van Pieter die die film maakt? Bijna zonder middelen, maar toch die film maakt. Hij eet geen stoelen op, maar hij heeft ook die drang, die droom, die liefde voor het vak, die liefde voor de film. Zoals zijn hoofdpersonage, verliefd is op een meisje en ta-ta-ta-ta-ta. Maar in feite gaat het, is toch wel heel mooi, dat dubbelspoor. De verliefdheid van Pieter op zijn werk, om iets moois te maken, om aan de mensen te geven. En in deze tijd van oorlog en miserie en armoede, is het echt prachtig als iemand met een droom komt, met een mooi verhaal moet doen. Thank you.